Goedemorgen, Westland. Goedemorgen. Zijn we weer. Lesje fight. Gaan even fighten. Fit combat, kickboksen, boksen, kung fu. Kan het allemaal. Gewoon in één. We gaan lekker aan de slag. Timo gaat het vandaag voordoen. Ik ga het proberen uit te leggen. En that's it. We gaan even beginnen met de warming up. Verwarm worden. Timo gaat beginnen met de jumping jack. In 3, 2, 1. Ja, daar gaat hij. Staat de microfoon aan? Ja. Ja. Ja, je kan me horen. De microfoon staat aan. Goed. Grote beweging maken. Ook niet per se super snel. Als het groot en snel kan, mag het. Maar in ieder geval groot. Land op de voorvoetjes. Knieën lichtjes gebogen. En armen gaan helemaal omhoog. En helemaal omlaag. Zo simpel is het. Nog 10 seconden. Na die 10 seconden gaat Timo gewoon even naar beneden rollen. Even uithangen. En zichzelf helemaal uitstrekken. En jullie dus ook. 3, 2, 1. Yes. Hij gaat gewoon voeten heupbreedte. Dan rolt hij even helemaal omlaag. Ronde rug, kin op zijn borst. Even hangen. En daarna rolt hij weer omhoog. En dan gaat hij zichzelf juist helemaal uitstrekken, zolang als dat hij kan. Probeer thuis je plafond aan te raken. Of je zolderraam. Yes, ga even die rug even los van al het zitten en hangen op de bank. En op je bureaustoel thuis, in je thuiskantoor. En lockdown dingen. Even een beetje direct erin. Even die druk van die rug af, tussen die ruggenwervels. Nog 3, 2, 1. Yes, en dan gaan we weer terug naar de jumping jacks. We zijn er toch bezig. Mocht je nou zoiets hebben wil, jumping jacks vind ik super saai, dan mag je ook burpees doen. Hey, joh, doe eens gek. Maar, mag hè, mag. Oké, 15 seconden nog. Na die 15 seconden gaan we een abdominal walkout doen. Nou, we blijven een beetje bij diezelfde oefeningen voor de warming-up. Niet te gek, maar even het lichaam lekker in beweging. Bloed een beetje extra rondpompen, hartslag een beetje omhoog. Yes, abdominal walkout. Handen naar de grond, daarna loop je rustig weg. Even spanning op die buikspieren houden en daarna loop je weer rustig terug. Juist, goed, spanning op de buik, benen lekker lang, heel goed. Nou, we hebben nog 15 seconden, dus dat past bij Timo nog één mooie rustige herhaling. Ligt een beetje aan tempo wat je doet natuurlijk. Als het maar gecontroleerd is, alles is goed. Nog 5, 4, 3, 2 en we gaan weer naar de jumping jacks. Heel goed, mooie grote beweging. En we gaan straks een aantal combinaties maken met stoten. En wat bodyweight oefeningen. En daarna, na een korte rust, ook nog wat trappen. En wat bodyweight oefeningen tussendoor. Lekker voor die buikspiertjes, beentjes, bovenlichaam. Gewoon lekker aan de slag. Even je hoofd leegmaken. Even niet aan de lockdown denken, maar gewoon even lekker sporten. Lekker toch? Je zit toch al veel stil. Dus nog 5 seconden. Na die 5 seconden doen we even een aantal power squats. Yes, daar komt hij. Dus power squats. Hij doet de squat. En dan springt hij met de voeten naar elkaar toe als hij omhoog komt. Juist. Even de beentjes een beetje opwarmen. De squats komen zo ook voorbij. En in combinatie met de hartslag. Even korte, redelijk intensieve warming-up. Zodat we klaar zijn voor wat er straks komen gaat. Ook al weet je nog niet wat er komt. Dat weet ik wel. 10 seconden nog. Hou vol. En daarna pakken we nog één keer de jumping jacks. En daarna gaan we gewoon lekker starten. Nog. Ja, komt ie. Ik wilde gaan aftellen, maar we waren er al. Yes, laatste ronde jumping jacks. Zorg dat je voldoende ruimte om je heen hebt. Nou, dan ben je inmiddels wel achter naar die jumping jacks. Zodat je gewoon kan stoten. En daartussendoor wat squats, plank, push-ups en dergelijke kan doen. Dus moet je nog een matje scoren, doe dat even snel. Of zet ons even op pauze. Dat is makkelijk hè, van die tijdsworkouts. Normaal kan je ons niet op pauze zetten. Nu wel. 10 seconden nog. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, helemaal goed. Warm, los. Ja, oké. We gaan er zo meteen starten met 30 seconden directe links, of in ieder geval je voorste stoot. Daarna directe rechts, of je achterste stoot. En daarna links-rechts, dus jab cross. En die gaan we afwisselen met de push-up. En dan hebben we even rust voordat we naar het volgende blokje gaan. Voor de rest praat ik je er gewoon gaandeweg wel lekker doorheen. Yes, dan gaan we starten. Alleen je linker of je jab in 3, 2, 1. Ja, start er maar. Lekker snel, direct, recht, korte lijnen. Hou je andere hand lekker in je dekking. Beweeg lekker mee op die voorvoetjes. Beetje mee dribbelen, beetje mee huppelen. Yes. Heel goed, we gaan nog 15 seconden volhouden. Daarna gaan we naar de andere arm. Stoten aan de andere kant. Nog 10 seconden. Heel goed, blijf ademhalen. Blijf ademhalen tijdens je beweging. Sowieso, altijd, maar nu wat extra. 3, 2, 1 en dan gaan we naar de achterste stoot. Yes, gelijk door. Gelijk die wissel.
Blijf hem vanaf je dekking maken. Dus hou je handen hoog, ellebogen lekker smal. Juist niet te ver naar buiten met je ellebogen, zodat je dekking actief blijft. En blijf mee bewegen, mee hobbelen op die voorvoetjes. Op, hou dit vast. Lekker hoog tempo. 10 seconden nog, zo meteen krijg je rust. Niet gelijk hoor, maar we zijn er nog niet. Maar zorg dat je die rust wel weer verdiend hebt. Nog 5 seconden. Daarna gaan we beide stoten achter elkaar geven. En ja, daar komt hij. Beide stoten achter elkaar. Dus gewoon 1 tweetjes maken van die directes. Gewoon links-rechts, jab cross. Of dus rechts-links als jij links bent. Kom op, nog 20 seconden. Lekker dat tempo erin houden. Heel goed, blijf ze helemaal terughalen naar je dekking. Of in ieder geval heel dicht in de buurt. Laat ze niet te veel hangen. 15 seconden nog. Nog 10 seconden en daarna gaan we naar de push-ups. Vanaf je knieën of vanaf je tenen. Nog 3, 2, 1. Yes, en 30 seconden push-ups. Mooie grote beweging. 30 seconden is niet lang. Maar zorg wel dat je netjes en kwaliteit blijft leveren. Dus netjes blijft werken en kwaliteit blijft leveren. Mooie grote beweging. Ellebogen schuin naar achter. Span je buik, billen, benen. Zodat je als een plank niet alleen omlaag, maar ook omhoog komt. Nog 10 seconden. 10. Daarna hebben we 30 seconden rust. Daar doen we het allemaal voor, hè? Voor die rust. Even die ontspanning weer. 3, 2, 1. Yes. 30 seconden rust. Daarna gaan we naar de tweede ronde. Dat is direct hoek. Juist. En dat doen we dan. 1 keer links. 1 blokje rechts. En allebei. Hey. 15 seconden nog. Lekker door. Zeg jij? Armpies, ja. Nou, schud ze even los. Even wat water drinken, sowieso belangrijk, hè. Goed blijven water drinken deze tijd. Een rare tijd. Oké, 3 seconden, komt-ie. 2, 1. Yes, komt-ie. Direct hoek met je linkerarm. Of in ieder geval, jouw voorste arm. Dus je maakt 1 direct stoot en 1 hoek. En lekker snel achter elkaar, maar wel de beweging helemaal afmaken. Yes, zorg dat je in je hoek, je elleboog, achter je pols houdt. Sla hem om het hoekje heen. 15 seconden. Om de dekking van je denkbeeldige tegenstander. En dat kan iedereen zijn. Hè? Corona bijvoorbeeld, is je tegenstander. Corona op je mel. Bam, corona op je mel, gauw. 3 seconden, daarna dan met de andere kant. Ja, andere kant, komt ie. Yes. Oh. Timo die doet zelfs een switch met zijn benen, met zijn stand. Je mag ook gewoon in je basishouding blijven staan. Dan komt hij van achter. Maar je mag dus ook switchen met je benen. Dat doen alleen de hele goeie, hè? Dat zijn alleen de echte knokkers onder ons. Nog 10 seconden. Yes, dus direct in die hoek. Maar dan gaan we met de andere kant. Nog 5 seconden. En daarna gaan we ze om de beurt doen. En yes, start hem maar. Heel goed, dus je hebt eerst je 2 directes en dan je 2 hoeken. Dus jab, cross, hoek, hoek. Jab, cross, hoek, hoek. En alsof je het meent, hè. Ondanks dat het in de lucht is, kan je er best wel wat kracht tegen zetten. Natuurlijk niks overstrekken, maar gewoon lekker aanspannen en actief die stoten maken. Dan worden ze alsnog gewoon lekker uitdagend. Nog 5 seconden vanaf nu en dan gaan we naar de squat. Squat was het. Ik moest even spieken. Ja, squat. Komt u. Knieën goed naar buiten, billen naar achteren, lekker zitten en omhoog. Heel goed. Grote bewegingen. Blijven ademhalen. Altijd, maar nu een beetje extra. Dus bij elke herhaling even uitblazen. En nog een seconde of 15. En dan hebben we weer rust. Kom op. Laatste paar halingen. Grote bewegingen maken. 10 seconden nog. 10, 10, 10. Oh nee, het wordt steeds minder, hè. 5, 4, 3, 2, 1. En 30 seconden rust. Dan gaan we daarna naar het laatste rondje stoten. Dat is weer een vergelijkbaar rondje. Alleen doen we nu de combinatie direct hoek opstoot. Eerst links, dan rechts en dan weer om de beurt. En als oefening komt de plank to push-up erbij. Dus dat. 10 seconden nog. En goed, slokje water. En dan gaan we beginnen. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Dus direct hoek opstoot. Dus de 3 stoten achter elkaar met dezelfde arm. Dezelfde kant. Oeh. Yes. Dus lekker direct vlot achter elkaar. Maar maak je bewegingen wel af, hè. Blijf je stoten afmaken. Hop, hop. Heel goed. Lekker in die woonkamer. Op de zolder. Heel goed. Lekker. Misschien wel in je achtertuin. Als je denkt van, nou, mij krijgen ze niet klein. Beetje fris. Vind ik niet erg. Kom op. Nog 5 seconden. Daarna met de andere kant. Kom op. 3, 2, 1. Yes. Andere arm. Yes. Komt-ie.
Ook hierbij haal ze steeds weer terug. Je mag lekker meebewegen. Gewoon lekker als Floyd Mayweather door je kamer heen dansen. Of voor de iets ervarenere mensen onder ons, Muhammad Ali misschien. Hè? Kan ook. En voor de wat jongeren onder ons, misschien Conor McGregor-achtig. Hè? Dansen doorheen. Hop, 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 hop. 3, 2, 1. En nou, om en om. Dus wat gaan we doen? Jab, cross, hoek, hoek, opstoot, opstoot. Jab, cross, hoek, hoek, opstoot, opstoot. Jab, cross, hoek, hoek, opstoot, opstoot. Doe er een hardstyle beat onder en we hebben een nieuwe hit. Bam, bam, bam. Kom maar. Kom maar, blijf bewegen. 20 seconden nog. Laatste stukje stoten. Laatste stukje stoten. Doe je nou nog een keer? Dan spoel je gewoon even terug. Zet je gewoon hetzelfde blokje nog een keer aan. Dus dat. 10 seconden nog. Daarna gaan we naar de plank to push-up. Plank to push-up. 5. Kom op. 4. 3. 2. 1. Yes. Plank to push-up. It is. Dus je gaat hoog plank, laag plank. Dat is het eigenlijk. Hoge plank, weer naar een laag plank. Span je buik, je billen en je benen aan. Bovenbenen dan met name. Zodat je zo stabiel mogelijk blijft staan. Oh, lekker zeg. Timo die pakt even rust. 15 seconden nog. Kom op, hou vol. Daarna heb je 30 seconden rust. Oh nee, iets langer hè, want dan gaan we naar het volgende blokje. Kom op, iets langer rust hierna. Hou vast. Nog 5. 4. 3. 2. 1. Oké, even rust. Adem in, adem uit, slokkie. Even lekker hoor. High five van iedereen. Hey, high five. Oké, daarna gaan we naar de voorwaartse trappen. Daarna sit-ups. Daarna knieën. Daarna sit-ups. Daarna rust. Diezelfde combinatie maken we nog een keer, alleen dan veranderen we de oefening die tussendoor is. Maar die hou ik nog even voor mezelf. En dat doen we daarna nog een keer. En dan zijn we rond het tweede en laatste blokje. Trappen, voorwaarts trappen. Zorg dat je knie goed optilt en dan je been uitstrekt. En lekker hoog, hè. Hoppa, even die lenigheid. Blijf soepel, hè, in de lockdown. Tijdens al dat zitten. En zorg ook dat je lekker een beetje naar buiten gaat af en toe. Niet alleen voor je boodschappen, maar ook gewoon even een wandelingetje. Strand, bos, park. Even frisse lucht, even in beweging blijven. Goed water drinken, op tijd naar bed. Geen rare schema's opeens gaan aanhouden. Gewoon net doen alsof het normaal is. Is het niet, maar je moet jezelf wel een beetje normaal bezig blijven. Hè? Gewoon slapen, eten, gezond. Allemaal belangrijk. Ja? Oké, we zijn er klaar voor. Ja, hè? Nou, ik wel in ieder geval. Ik sta gewoon de tijd vol te praten, dat hoor je wel. Oké, we gaan dus starten met 30 seconden voorwaartse trappen. Gewoon links, rechts, of doen we eerst één kant? Nee, laten we links, rechts doen, hè. Oké, in 3, 2, 1. Yes, starten maar. Hoppatee, ze bewegen weer een beetje mee. Trek je knie omhoog en dan trek je je been in één keer uit. Dus je schopt je onderkant van je voet naar voren. Heb je nou toevallig een bokshak? Dan schop je tegen de bokshak natuurlijk, hè. Net als Marian bijvoorbeeld. Gewoon bam, tegen die bokzak aan in de schuur. We hopen dat de schuur heel blijft. Maar yes, car. Dan doen we nog 5 seconden. Na die 5 seconden gaan we naar de sit-up. Butterfly sit-up. Voeten tegen elkaar, knieën naar buiten. 3, 2, 1. Ja, komt-ie. Sit-up, butterfly. Heel goed. Dus de onderkant van de voeten tegen elkaar, knieën naar buiten. Helemaal naar achter. En helemaal naar voren. En elke herhaling adem je weer even uit. Nog 15 seconden. Daarna gaan we naar de knieën. Knieën. Ook weer om en om. Dus knieën omhoog en een beetje met die heup naar voren. 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Yes. Mag je weer staan? Dan gaan we door naar de knieën. Gelijk door. Hoppatee. Knieën omhoog en naar voren met die heup. Geef hem echt naar voren. Lekker op de beat van je eigen muziekje. Wellicht heb je muziekje aanstaan. Of de muziek die je in je hoofd hebt. Hè? Kan ook. Dus dat. Oké, kom op. Hou vast nog 12 seconden. Kijk, we krijgen verschillende hoeken te zien van Timo. Die laat even allemaal. Hoppa, zie je hem gaan. 5 seconden nog. Daarna gaan we weer naar de sit-ups. En na de sit-ups heb je weer rust. Ja, sit-ups. Let's go. 30 seconden. Tijd blijft gewoon doorlopen. Dus zorg dat je snel wisselt. Heel goed, helemaal naar achter, helemaal omhoog. Elke haling blaas je uit. Boven lichaam komt weer boven of voorbij je onderlichaam. En je gaat weer helemaal naar achter. Tik je de grond aan. Gaan we naar de laatste 10 seconden. Daarna hebben we even 30 seconden rust. En daarna gaan we weer naar de voorwaartse trap. En veranderen we de oefening tussendoor. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, heel goed. 30 seconden rust. Lekker bezig. Oeh, lekker. Slokkie, adem in, adem uit. Doe je ding, doe je dansje.
Kan ook. Even gapen. Even extra zuurstof. 15 seconden nog. Daarna gaan we weer naar de... Voorwaartse trap. Bam, 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 bam. Heb je nou een bokzak, kan je ook een andere trap kiezen. Dan kan je bijvoorbeeld een low kick gaan geven. Maar voor degene die gewoon in de lucht staan te schoppen, net als wij. Voorwaartse trap. 3, 2, 1. Ja, start hem aan. Voorwaartse trappen. Yes, we blijven bezig, hè. Lekker die hartslag. Bloed laten pompen. Even het lichaam in beweging houden. Van al het zitten, liggen, hangen. Lockdownerige gedoe. Even lekker in beweging. Hop, hop. Lekker zeg. Nog 15 seconden. Na die 15 seconden. 15. Gaan we de tweede oefening doen. En dat zijn... burpees. Ja, ja. Jullie wisten dat ze zouden komen, hè. Maar jullie wisten niet wanneer. Ha, 3, 2, 1. Yes. Burpees it is. Helemaal omlaag. En helemaal omhoog. Strek je uit. En spring een gat in de lucht. Een juichmomentje. Yeah. Weer één gat. Heel goed. Nog 20 seconden. Deze 30 seconden duren opeens langer. Ik weet niet hoe dat komt. Ik weet niet. Ik volg nog steeds de klok, namelijk. Het is wel een trainersklok. Ja, een trainersklok. Ho, ho, 10 seconden. Daarna gaan we weer naar de knieën. Knieën, we corona is bakkes. Oké, 3, 2, 1. Yes, knieën, komt ie weer. Bom. Yes, omhoog met de knie. En naar voren. Je kan eventueel met je armen meebewegen, maar je kan ook je armen hoog houden. Poep, poep. Yes. Gaat goed, hè? Of je laat je kind of een partner even een kussen vasthouden. Ga je daar met je knieën in. Wees wel voorzichtig, hè? Hou elkaar heel. 10 seconden nog. Kom op, kom op, kom op. 5, 4, 3, 2. En burpees. Ja, ja. Laatste keer alweer. Laatste keer burpees. Tuurlijk mag je ze straks nog even dit stukje terugspoelen als je de burpees nog een keer wil doen. Best, maar anders is het de laatste keer. Kom op. Helemaal omlaag, helemaal omhoog. 20 seconden nog. Lekker hoor. Heel goed bezig. Ik zat te genieten bij jullie. Jullie gaan als een trein. Als een trein. 10 seconden. Jullie zijn niet te stoppen. Wat nou, mag niet naar de sportschool? Doe ik het toch thuis? Ook goed. Maakt mij niet uit. 3, 2, 1. En even 30 seconden rust. 30 seconden rust. Pff, alweer rust. Jemig. Oké, daarna gaan we naar de laatste ronde. Dan gaan we weer trappen. Knieën. Tussendoor een andere oefening. Extra oefening. Even de zijplank. Eén ronde de ene kant, andere ronde de andere kant. Yes? Dus zijplank. Eerste ronde rechts, tweede ronde links of andersom. Wat jij wil, joh. Je mag kiezen. Keuze is reuze. Nog 10 seconden. De laatste ronde, hè? Daarna ben je klaar. Nogmaals, je kan een filmpje nog een keer aanzetten. 3, 2, 1. Ja, voorwaarts trappen. Laatste keer. Dus of je doet ze extra hoog, of extra hard, of extra snel. Gewoon even dat extraatje. Laatste ronde. Ik ben er nou toch thuis. Maar je bent nou toch begonnen aan je workout. Kom maar. 15 seconden nog. Lekker hoor. Even lekker die zweetdruppels op je voorhoofd. Vliegen die zweetdruppels door de woonkamer. 10 seconden nog. 5, 4, 3, 2, 1. En de zijplank. Yes, elleboog onder je schouder. Of schouder boven je elleboog. Aha. Andere schouder daar weer boven. Heup omhoog. En of met gestrekte benen of je onderste been gebogen met je knie op de grond. Of je doet benen gestrekt en je bovenste been ook nog omhoog. Doe eens gek. Ah, kijk hem. Kijk hem gaan, joh. Hij kan het allemaal. 10 seconden nog. Oeh, bespiegeling in mijn ogen. Ah, zonneschijn. Laatste. 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan knieën. We zijn er bijna. Laatste minuutje loopt. Knie omhoog en knie naar voren. Heb je nou zoiets van, joh, ik ga wat sneller in die laatste ronde, ga je wat sneller. Ga je wat hoger in die laatste ronde, ga je wat hoger. Maar blijf wel bewegen. Kom op, het zit mentaal, hè, het laatste stukje. Het is maar 15 seconden, dan ben je er al. Alleen nog een sideplank aan de andere kant. En dan zit hij erop. Hier, kijk, hoppatee. Even een tempotje omhoog hier. Badahari, kom, zie je me aan, joh. 5, 4, 3, 2, 1. En de sideplank aan de andere kant. Laatste 30 seconden. Nou, daarna lig je toch al. Dus kan je nog even rekken, strekken. Even uitpuffen. En dan zit hij erop. Kom op, laatste 20 seconden. Hou die heup hoog. Elleboog laag. In de grond duwen. In je plavuizen, in je pakket. In je oude eikenhouten vloer. Weet ik het. Het is maar net wat je hebt, hè. Kliklaminaatje. Vloerbedekking. 10 seconden. Woep, 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 woep. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Heel goed. Even rusten. Pak even je momentje. Drink weer genoeg voldoende water. Rek op strek een beetje uit. En dan zien we jullie bij de volgende.
Goedemorgen Westland of Zoom Workout. Vergeet niet je absentkalender bij te houden. Dus kijk even welke absent oefening je vandaag mag doen. 19 keer. Doe een klein filmpje maken. Timelapse, fotootje en tag ons erin. Dan gaat je loodje weer in de prijspot. En dan win je bijvoorbeeld een pen. Hey, wie wil nou een pen? Of voedingsbegeleiding. Of pt'tje. T-shirtje. Bidonnetje. Het kan van alles zijn. Alleen maar leuke dingen sowieso. Bedankt voor het meedoen. Tot de volgende keer. Timo en ik zeggen adios. En arrivederci. Ciao. En sloes. En tot ziens. Doei doei. Tot ziens.